Ver. Ver, heel ver, hier vandaan, en nog langer geleden dan wij ons kunnen voorstellen, leefde er een jonge, vlotte koningszoon in het kasteel Lichterlaai. En hij luisterde naar de naam Leo. Leo had mooie grote ogen, waar hij alles heel precies mee in zich opnam. Hij kende een vrolijke jeugd. Hij had nog 3 broers waar hij tikkertje mee speelde, grappen mee verzon en waar hij discussies rollenbollend over de grond altijd weer mee kon goedmaken. En ook zijn ouders waren bedachtzame, vriendelijke mensen. Zijn moeder was een mooie, sterke vrouw waar iedereen altijd heel erg diep voor boog. En zijn vader zag er buiten een dikke rimpel in zijn voorhoofd heel zachtaardig uit. De mensen in het dorp klaagden nooit. Er was al jaren geen oorlog meer geweest en de gewassen op de velden groeiden beter dan ooit tevoren en er klonk altijd wel ergens muziek vanuit een huis. Leo zelf kwam niet vaak in het dorp. Maar als hij helemaal boven, in het hoogste torenkamertje, op een stoel door een minuscuul raampje keek, dan zag hij de rook die uit de schouwen blies. En de paarden, die met een kar achter zich moeiteloos door de kleine straten manoeuvreerden. Mensen kon hij jammer genoeg amper zien. Dat waren meer stipjes van waar hij stond. Leo kwam hier vaak. Dan kroop hij op de stoel en kon hij uren door het kleine raampje turen. Dat hij regelmatig moest proper maken, omdat er spinnenwebben voor hingen. En dat kwam omdat Leo de enige was die hier kwam. Misschien was het omdat je 564 trappen omhoog moest doen om hier te geraken. Of misschien was het omdat er veel spinnen woonden in het kamertje. Of misschien omdat niemand wist dat je hier het mooiste uitzicht van het hele kasteel had. Dat Leo het wel gevonden had en ervan hield, is niet raar, want hij trok er bijna dagelijks op uit in het kasteel. Tussen zijn lessen door zwierf hij rond in het kasteel en maakte plattegrondkaarten, waar hij al honderden geheime kamers en gangen op had kunnen vastleggen. En zo vond hij de grootste schatten en geheimen van het kasteel. Het was een druilerige dag en hij kon boven niets zien van het prachtige uitzicht. Dus besloot Leo de benedengangen te gaan onderzoeken. Daar was hij nog niet zo vaak geweest. Misschien omdat het daar zo donker was. Of omdat er rare geluiden te horen waren. Misschien was Leo wel een heel klein beetje bang, maar niet vandaag. Want vandaag trok hij zingend op onderzoek uit. Als hij maar heel de tijd zou blijven zingen, dan kon hij geen andere gekke geluiden horen, dacht hij. En zo vertrok hij eerst 564 trappen naar beneden en dan nog eens 185 treden lager, diep onder de grond. Liep hij gang in en uit met zijn plattegrond, een kaars, een stukje kaas in zijn broekzak voor als hij honger kreeg en een slaapliedje neuriënd dat hij had geleerd van zijn moeder. Omdat hij zo goed voorbereid was, kwam hij die dag verder dan hij ooit al was geweest. Tot hij iets hoorde.
Hij hoorde iets druppelen, alsof er een kraan open stond. Of, nee, het leek wel een klein beekje dat hij hoorde stromen. Hij probeerde te blijven zingen, maar zijn stem klonk plots helemaal anders, een beetje trillerig. En hij liep wat trager. Hij zag de schaduw van zijn kaars op de muur beven, maar toch liep hij verder. Hij kwam steeds dichter en dichter bij het beekje, tot hij zag een tralies. En daarachter een steen. Een steen die bewoog, zich naar hem toedraaide. Wat Leo toen zag, had hij nog nooit gezien. Het was gigantisch, groot, vlezig. En andere woorden kon hij er niet voor verzinnen. Hij hield zijn kaars nog wat dichter bij het wezen en zag nu dat er toch ook gelijkenissen waren tussen hem en het wezen. Het had ook twee voeten, al waren die zo groot als Leo zelf, en twee handen, met ook twee keer vijf gigantische vingers aan. Het had ook grote bruine ogen en daar kwam water uit en dat was het geluid geweest. Maar ogen met water, dacht Leo, dan zijn dat tranen? Ze staarden elkaar aan. Pas toen Leo eindelijk dacht dat zijn grootste angst wel voorbij was, stopte hij met zingen. De ogen van het wezen werden plots donkerder en hij stopte met huilen. Maar voor hij iets kon doen, sprak Leo dapper: Hallo, wil je misschien ook een stukje kaas? Het wezen had zich net klaargezet voor een aanval en haperde zijn beweging. Kaas, zei hij, met een stem die zo luid klonk dat de grond onder Leo zijn voeten een beetje leek te daveren. Ja, zei Leo. Kijk! En hij haalde het uit zijn broekzak. Het stukje kaas dat er naast dit wezen plots wel heel piepkleinig uitzag. Ze moesten er allebei een beetje ongemakkelijk van glimlachen. Het wezen floepte het kleine stukje kaas naar binnen en liet het op zijn tong smelten. Zijn ogen kneep hij dicht tot spleetjes. En zo bleef hij lang, heel lang zitten. Tot hij het doorslikte en zijn lippen wel vijf keer opnieuw aflikte met zijn tong, in de hoop dat er nog ergens een kaaskorstje zou zijn blijven hangen.